En vanmiddag heeft er een roofoverval zich voorgedaan aan de Kabendaweg. Twee personen hebben daarbij het leven gelaten. We hebben nu een telefonisch gesprek met de vader van een van de overlevenden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik praat nu met dominee Hesley Menso, wiens zoon ook betrokken was vanmiddag bij die roofoverval op de Kabendaweg. Was dat het, de Kabendaweg? Kabendaweg, ja. Jawel. Meneer Menso, kunt u ons aangeven wat zich heeft voorgedaan? Nou, het is zo dat mijn zoon projectmanager is van een groot bedrijf, Bosch Enterprise. En op een donderdag vervoert hij arbeiders die op verlof moeten gaan naar de stad, het Leeuwdorp. En nieuwe mensen pikken daar op en brengen ze dan terug naar het bedrijf op Afobaka. En toen hij tegen 2 uur ongeveer bij die Kabendaweg kwam, toen zag hij een auto voor hem rijden en het liep alsof die auto pech had. Zo die auto kwam dan dwars over de weg en hij stopte. Hij dacht van misschien moet hij hulp verlenen, dus hij was bereid om, maar hij was klaar om uit te stappen om te gaan helpen. Maar toen stapte er iemand uit en een van zijn bijrijders die zei toen van overval. En die man haalde een jachtgeweer tevoorschijn, die liep naar die auto toe en dus Jake, mijn zoon, die had zijn handen al in de lucht gezet toen hij hoorde overval. En maar toen die man die het geweer richtte, toen drukte hij zichzelf naar achteren. Die man schoot door die ruit heen. En hij werd geraakt in zijn hand, de enkele hagel. En zijn bijrijder werd geraakt in zijn dij. Die man die liep toen verder. En die schoot door die achterruit op die dame die achterin zat. En die werd gelijk geraakt in haar hoofd. En die rover die liep naar de andere kant toe. En sommeerde de man die daar ook daar zat, ook een andere bijrijder, die om uit te stappen. En Jake deed alsof hij dus dood was. En die man trok alle deuren open en Jake viel naar buiten, die dame die viel ook naar buiten. En hij begon ze te onderzoeken en hij wilde die man nog zeggen van pe amunide. Ze dachten dat hij namelijk goud vervoerde, maar hij had niet iets bij zich. En ze hebben de auto onderzocht. Hij hoorde iemand bij hem komen. Hij dacht van, deze gaat me doodschieten. Maar hij deed alsof hij dood was. Zo, die man liep door. En ze stapte in die auto en gingen toe weg. Hij bleef nog even liggen en hoorde toen een van die andere mannen gillen. Want die dame die doodgeschoten was, was een vriendin. En hij zou naar de stad komen om te proposen, die dame te vragen om de hand op te trouwen. Zo, hij stond op en liep om die auto heen en keek naar die dame dat ze dood was. En toen zag hij die andere man schokken, die een schot heeft gehad in zijn dijbeen. En hij nam een riem van een van die andere mannen, bond dat been nog even af. Maar intussen kwamen de andere mensen gestopt om te komen helpen. En de brandweer, hij heeft toen de brandweer gebeld en zijn baas gebeld. En binnen 5 minuten was de brandweer en de politie. En ze hebben ze dus die gewonden vervoerd naar de postanderij. En er was een infuus daar, ze hebben een infuus gezet. Een bus was ook gestopt met een arts erin van ook een ander groot bedrijf. En ze hebben samen dus die man gebracht naar de postanderij. En toen naar Leeuwdorp, maar onderweg naar Leeuwdorp stopte de arts om te helpen om die man te behandelen, want die was toen al overleden. Oké. Okay. Nou, dominee Menso, dat is een heel erg naar geval voor uw zoon, maar hij maakt het goed? Hij maakt het goed. Hij heeft dus 2-3 hagels in zijn arm, maar hij maakt het overigens wel goed. Ja. Oké. Okay. Maakt wel goed. Mag ik u bedanken voor deze eigenlijk live verslag? En heel graag gedaan. Met uw sterkte verder met uw zoon. Yes, dankjewel. Wij gaan nu terug naar Afni met het nieuws. Aldus
Carla Boetius, die een telefonisch gesprek voerde met de vader van een van de overlevenden van de roofoverval die zich vanmiddag heeft voorgedaan aan de Kabendaweg.